Ik ben Don Seder, ik ben 27 jaar en ik sta op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie op de 7e plaats. Ik ben onderweg naar het ChristenUnie-congres in Nijkerk. Het is hartstikke spannend. Waarom ik meedoe en op de lijst sta? Nou, ik wil het verschil maken. Ik wil een stem zijn voor een grote groep mensen waarvan ik geloof dat die nog niet goed genoeg vertegenwoordigd worden. En ik wil het verschil maken. Dat doe ik als advocaat en dat hoop ik binnenkort ook vanuit de Tweede Kamer te kunnen doen. Nou, we zijn er. Hier is Hart van Holland. Eens kijken wat er allemaal binnen gebeurt. Carla. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Het is super dat je ervoor gaat staan en de manier waarop je optreedt. Maak het waar en het is in goede handen. Dat is Carola. Dag Don. Gefeliciteerd. Goed je te zien. Met je plek. Ja, jij ook. Jij bent natuurlijk gewoon nu de new kid on the block gewoon. Nou, dat moet nu gaan gebeuren. Hoi, hoi. Oh, kijk, en dan zit ik hier. Allemaal uitgedachten. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie. En op nummer 7, Don Seder. Ik denk dat het heel belangrijk is dat politici heel dicht bij de samenleving zijn. Niet alleen heel dicht, maar ook midden in de samenleving staan. Erachter komen wat er echt leeft en dat vertalen in politieke maatregelen. Ik denk dat dat de oplossing kan zijn. En ik denk dat ik misschien dat extra's kan geven vanuit waar ik vandaan kom. Waar ik ben opgegroeid. Maar ik denk dat juist nu de tijd is dat het geluid van de ChristenUnie zich ook begint door te breken tot de jongeren binnen de Randstad. Je ziet dat steeds meer mensen openstaan voor het verhaal van de ChristenUnie. Don, kom er eens bij. Juist die groep die vergeten dreigen te worden, die wil ik helpen. En ook opkomen en een stem zijn voor een stem waarvan ik denk dat die nog niet luid genoeg gehoord wordt. Nederland heeft ChristenUnie nodig, omdat ik denk dat het een partij is die handen even geeft aan hun geloof. En ook echt staat voor bepaalde kernwaarden waarvan ik denk dat we juist in deze tijd in Nederland er heel veel behoefte aan hebben. Zo sta ik hier voor u als een hoopvolle realist. Met hoop en met realisme. En met beide benen op de grond. En laten we werken aan een land waarin mensen niet met de ruggen naar elkaar toe staan, maar elkaar in de ogen kijken. En laten we samen knokken voor de waarde van het leven. Werk mee, bid mee. En geef zo geloof en stem. En geef zo hoop en stem. Ik dank u wel. God zegt, joh, ik ben erbij. En niet alleen tegen mij, maar tegen jou en tegen die andere 48 die om ons heen stonden. En dat je nu hier bent en op deze plek staat, ik vind het heel gaaf. Dank je. En we gaan van jou genieten, volgens mij, van de campagne. En heel misschien en heel erg hopelijk ook gewoon in de kamer. Het is aan het uiterste best. Ik ook. Voor jou. Dank je wel.